Ja. Kijk. Dat gaat hard, man. Goedemorgen, heren. Wat we kunnen zien is dat al die tassen stenen zijn weg. Ja, de druppel is achter zo weer weg, hè? Ja, nou, het stond hier helemaal vol. Ja. En dat is alles is hierin opgegaan. Ja, dan heb je zo maar 80 stenen in één zijn poertje. Eén zijn poertje is 80 stenen. Ja. En dan staat er nog wel wat. Hier staan er 4, 5, 6. In elke woonruimte staan er een stuk of 12 poertjes. En er gaan 80 stenen in dus. Het zijn er 44 totaal. 44 maar 80. Wat is het telwerk van mij? Kijk, een oude elektriciteitskast. Helemaal open om de bovenkant. Dit is de kerk. Een vermaning moet jij ook zeggen. Het is de vermaning. Ik loop nou de kelder in. Goedemorgen. Heel. De laatste steen. En heeft dat nog een speciale naam die je overeind zet zo?
rollaagje is dit. Rollaar? Rollaagje. Rollaagje. Tim is gelijk met de nutswerker geworden. Komt dat op dat niveau te zitten? De onderslagpark? Nee, maar ik moet het even uitvaren. Ja. Deze man moet straks weer passen, dus dan okay. Moet hij er even mee. Dus je gaat weer bouwen, hè? Wat? Hè? De kelder is klaar. Leuk. Oh, dat zijn de originele. Wit zwart. Oké. Okay. En wat is hier zo bijzonder aan Bart, aan die dat die smeugen dat recht is of zo, die wangetjes? Ja, het is natuurlijk een verbouwde schuil. Normaal is die mis is eigenlijk altijd onder een hoek, maar hier is die haaks. Ja. En dat kwam vaker voor, denk ik, want ik heb ook nog een antieke stookplaat in de werkplaats. Die heeft dat ook. Oké. Okay. Dus ik zeg al, misschien past die hier wel, het zou wel leuk zijn. Ja. Normaal gesproken. Dirk zegt, nou anders verzagen we hem toch. Ik zeg, wat denk je, ja, dan krijg je hem niet. Nee, precies. De 400 jaar oud ding verzagen. Ja, dan gaan we niet verzagen. Ja. Bigman Turner Overdrive. En dit is de kelder. En daar komen ook plafuizen in. We zijn nu al die rode stenen aan het schoonmaken. Die worden voor de wulfte van de smuiger, van die askolk en zo. Hier ook. En dan gaan we dit opmetselen weer, die hoogjes, want dan wordt hij weer mooi sterk van. Dus ik was hem hier al aan het uittanden. Ik zie het, ja. Maar ik durfde hier eigenlijk die stenen niet uit te hakken. Ze zijn allemaal afgehakt, maar hij is natuurlijk best wel fragiel. Ja. Dus Theo zegt ook, we draaien er gewoon spouwankers in. En dan wordt het ook wel sterk, komt het ook aan elkaar. Ja. Als ik hier niet ga zitten hakken. Nee. En hier is het een paar keer gewijzigd. Dus origineel was het dus ook zo bijna haaks. Dan zie je hier nog dat stucadoorswerk van. Ja. Daarna is er een soort klamp opgekomen om hem uit te vullen voor die smuigen. Ja. Hier een klampsteen. Of dit is weer van een schouwtje, is met cement ook en zo, van een klampje. En in die smuiger zaten die paarse kievitseieren tegen. Oh ja. Hier. Die hebben ze ooit ook weer afgehakt om er een soort model en een schouwtje in te maken met die witte tegels. Zonde, want hier zit er inderdaad. Dus drie generaties. De eerste is dus een gestucadoorde asnis van de schouw. Ja. Toen kreeg je dus een betegelde nis met van die kievitseieren. Ja, die? Die genaal gezet. Dat is wel grappig, die heb ik zelf thuis ook. Dus hier ook het huis van de buren, precies zelf. Oké. Okay. En daarna is er een 19e eeuw schouwtje ingekomen. Gewoon zo'n marmeren manteltje of zo. Ja. Met witte tegels. Ook in verband gezet, zie je dat? Maar die zijn weer veel nieuwer. Ja, dat is inderdaad een verband. Als je het in verband zet, is het veel makkelijker zetten. Want je ziet het hier al, kijk, er zit niet helemaal in midden. En als je natuurlijk rechte lijnen gaat maken, dan is het veel minder. Dan ga je dat zien, ja. Ja. Zoals jij dat doet met de smeugen. Een hoop werk. Ja. En hier toch dat keldertje er weer in. Ja. En dat zit dan ook. Daar komt een soort trappetje in nog. En dat gaat Dirk zelf doen. Ja, dat zat erin, hè. Die plafuizen misschien weer terugleggen. Ja. Het is zo erg, want die vloer moet erop, want die opkamer mag niet terugkomen vanaf de monumenten. Zo is Dirk wel een beetje teleurgesteld. Ja, het had mooi geweest, want alles zit er. Het raampje zit er ook. Strafbaar, dit. Ja, dat mag niet. Nee, dus maar goed. En ik denk zelfs dat dat kozijntje wat daar zit, een mooi 17-eeuws kozijntje, dat is ook waarschijnlijk van die opkamer. Ja, van die opkamer geweest. Dat kan toch niet anders? Nou, nee, dat zit nu niet meer op sorsinele vlek, hoor. Dat had hoger gezeten voorheen. Ja, meestal zit het laag dat de vloer erop rust. Oh, dat, ja precies, dat het dus in die kelder zit, dat raampje.
Kijk, en hier is gewoon die wand geweest. Ja. Ja, dat kun je zien. Ik heb de balk afgehaakt. Die balk is nieuw hoor, die hoort er niet in. Nee. Nou, maar ja. Mooie toogte, zie je dat? Dat je erin kon lopen? Ja, dat je erin kon lopen, ja, precies. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Oh, maar zijn ze serieus al die stenen geschroffen en je ziet er nou net van, hè? Nou, maar je ziet wel dat het heel mooi is. Het zijn echt mooie stenen. Ze hebben er een werk aan gehad, joh. Och, oude Dirk ook, joh. Ja, nou ja, ik heb het gezien. Goed, ja. Die steentjes kosten een vermogen per stuk aan arbeidsloon. Ja, maar kijk, die mensen hoefden het niet te kopen. Ze hadden dat spul. En hoe groot is de voldoening als je er weer zo'n mooie muur van maakt? Van zo'n bultorf ontgeregeld. Hè? Ja, ja, daar ligt het. Hier moet je kijken, daar ligt het. Ja, en dat je daar dat weer toepast. Hè? Oeh, ja. Ja, dan wordt dat. Milieuvriendelijk wil je het hebben. Ja. Enige afval, dat is een beetje mortel en prut. Ja, ja. Zakken vol, je ziet het. Ja, ik heb de mannen bezig gezien. Daar liggen nog wat oude vloerbalken, die komen er ook weer in terug. Oh, die vloerbalken daar. Ja. Wat hier ook opvalt is dat het altijd opgeruimd is hier. Ja, Dirkje, netjes zit. Ze maken het altijd alle netjes. Alle tafels weer dicht buiten, maar ze zijn er allemaal. Ja, nou, ik vind het prachtig, want het, is, het werkt ook prettig. Het ook in de, ja. Ja. Ja, die deed het ook altijd, Geert. Ja. Die ruimde het altijd op. Het werkt zo prettig, weet je wel. Ja. Dus dan kunnen we naar de onderslagen, de vloerbalken, ik zie aan het dak beginnen in de winter. Ja, ja, weet je, moet hem nou waterdicht maken natuurlijk, winterwaterdicht. Nou, hij moet gewoon staan, hè. Hij staat nu nog op het stutwerk en we willen natuurlijk straks dat hij gewoon weer op de, dat de spanten weer gewoon staan. En dan kan het hele stutwerk eruit, de schoren, de kruis, alles kan eruit. Ja. Alleen die zijgevel moeten we nog schoren, ja. Omdat met een luifel is natuurlijk het nadeel van als je een luifel ergens aanmaakt, dat de spanten niet geschoord zijn. Want die zijn normaal geschoord door de getrapte wegen die erop gespijkerd zitten. Hier zitten de getrapte wegen op, de spel, op het gewind getimmerd. Ja, ja, ja. Daardoor heb je tegen schranken. Dus dit is heel gevaarlijk. Stel je haalt aan de andere kant ook die gevel eruit, valt het als een kaart thuis in. Ja, ja, ja. Dan moet je heel goed schoren. Dus, en origineel hebben er ook een soort schoorverbanden ingezeten. Vanaf het wurmt. Kijk, je ziet hier nog de spijkergaatjes. Dit is een spijkertje. Ja. Het is van een schoor geweest. Oh, die heeft daar gelopen. Ja. Een soort koveel. Ja. Maar origineel was het, dat schranken was minder aan de orde, omdat er geen pannen op zaten. Want natuurlijk, pannen die liggen allemaal los. Daar zit geen verband in. Maar er zat een rieten dak op. Een rieten dak, ja. Met sporen. En daar heb je best veel verband van. Want riet, dat is natuurlijk een dat samenhangend geheel. Okay. Dus dat is eigenlijk vormvaster als een pannendak. Ja. Goedemorgen, Max. Jij bent ook met de onderslagbalken bezig? Ja, Tim was er vandaag niet, dus mag ik hem even verder. Oké, okay. Ik mis die Jan aan de andere kant. Ja, zo'n beetje. Rubrooit eronder. Dat vocht niet in het hout. Nee. Hier zie je er ook op. Met het zagen. Zeer mooi. Ja, een perfect is juist. En als je hem dan zo zet. Zo, welke stijl, we zijn te lang. Ja, deze, dat is heel gek. Er zit één bind in, een veel langere stijler. Die staat dus op de onderslagbalk. Want normaal... Ik zie die. Normaal staan die stijlen altijd op het vloerhout. En die anderen hebben dat ook wel. Hier. Ja, precies. Dus dat is een vloerbalk, zeg maar. Die komt haaks erin. Ja. En dat is de stapeling. En daarop komt een vloerplank. En daar staat die stijl op. Maar... Ja. En dat geldt voor die achter daar ook. Deze. Die groene is ook. Ja. Ja, die... Maar deze niet. En dat geldt voor deze ook. En die heb je zelfs de ontslagbalk heb je een beetje moeten uitrollen. Ja, ik vond dan, ja, ik weet de oorzaak niet waarom dat is, maar je ziet dat het afwezen, want de vloer heeft er omheen gezeten. Ja, ja, ja. Dus je gaat het gewoon ook weer terugbrengen in de staat. Er zat hier ook een opkamer, dus misschien dat we daar... Maar dit is ook wel een hele zware jongen, hè? Maar het niveau, ja, ze zijn ook allemaal verschillende kanten. Ja, maar die hele zware deze. Er is gewoon een dunne balk ingezet. Ja. Dat daar een staande in stond van een opkamer. Ja, ik zie het, ja. Ja, dat zie je aan het schilderen. Ja, spanning kleiner. Nou, dan dachten ze, een dunnere balk. Ja, want dit is een zware jongen, zeg maar. Maar binnen is, zeg maar,
die smuiger, dat is ons vaste punt. Ja. En het is altijd zo dat er 8 tegels onder het hoofdje zitten tot aan de vloer. En daar bepalen we nu de hele maatvoering op, want ik vind het zo lelijk als dat dit niet klopt. Nee, precies. Dus... En je ziet het ook dat het zo plaat is. Kijk nou, je ziet het laserlijntje niet goed, maar dit is ook natuurlijk vloerhoogte. Ja. Dus daar hou je gewoon lekker aan vast. Dat is dienend. Mooi, hè? En gelukkig heb je een laser dus. Ja, makkelijk in. Ja, dat ziet hij al, die dingen. Ja. Maar hoe dik is die balk? Ja, die is denk ik 34, want je hebt, meestal is het 28,5, hè, 1 voet. Maar dit zal 34 zijn, dus dat is 1 voet in 2000. Het is een beste jongen. En korbelen heb deze. Ja, en die zitten erin gewerkt met een pen. En hier ook. Maar hier is hij eruit. Ja, hier is hij eruit. Daar zit het weer als een soort schoor erin gespijkerd. Ja. Hoe noemen ze dat nou ook weer, dat ze dat zo'n ja, verbinding? Ja, bij een boerderij heet dat een swing. Maar ja, een swing, ja. Ja. Nou, maar ik vind het... Ik heb hier heel duidelijk alle foto's ervan. Dus ik heb hier een heel fotopakketje van hem gekregen. En dat staat precies in voor die kolk van de spuiter. Die kunnen we nou, als ik hier de velingen straks gemaakt heb, dan kan ik de smuigerkolk uitzetten. Kijk, hier is hij. Hier is een hele brede kolk. Normaal is het wel een middenopening, maar die is heel breed. Ja, mis een beetje deze kant. Ja, maar dan heb je beter even torsioneel vragen aan de directeur. Ja. Een mooi. Koekoek. En dit zijn allemaal planken om het tussen te stoppen. Peluhout noemen ze dat ook wel. Pelu? Ja, dat weet ik niet. Nou, pelu is ik toch ken een soort windpelu ken ik ja, wel. Ja, dat is ook een onderstempeling. Dus of dat nou een peluplankje, ja, ik weet het niet. Ja, dan al. Waarom dat zo heet, weet ik nog. Ik weet het niet net. Wat? Dat deden ze vroeger ook. Stuk voor stuk zag ik die boomstammetjes weer uit. En dan, ja. Ja, want hier liggen ze allemaal onder, hè? Ja. Het is net als een kist eigenlijk. Maar dan op het hout. Ja, maar je noemt het alleen een kist, pas het helemaal onder water. Ja, precies. Om te vullen. Ja, maar het ziet er net zo uit als een kist. Hier klopt het wel overal. Dit is precies vloerbalk plus vloerplank. Ja. Maar, ja. Mooi. En je doet het weer precies hetzelfde zoals het was. Ja, nou, het was niet origineel meer hoor. Dat Dirk het sloopte, was die balklaag, die was al een keer eruit geweest. Toen ze die opkamer hebben gesloopt, hebben ze natuurlijk rigoureus... Ja, wat hebben ze er een winkel van gemaakt toen de tijd of zo? Ja, maar ik kan het even aan Dirk vragen. Ja. En Max kan niet even een beetje binnen. Zeker niet eruit. Wie heeft het stekker en ik heb getrokken. Nee, gewoon nog niet. Ja, druk hem maar. Max? Oh, je gaat hem even opkrikken. Die balk staat erop. Ja. Ja, dan krijg je er geen beweging in. Een beetje, Max, want hij gaat gelijk de boel opsluiten. Ja. Hij doet dan niks, Max. Nou, de hielpje zit in, Max. Ja. De onderstandbalken liggen er, de vloerbalken ben je al bezig. Eindelijk gedaan. Dat is mooi, de spoor. Is dat tot op de hoogjes is dat opgemaakt. Ziet er alweer een stuk appetijtelijker uit. Kijk, mooi. Hier, prachtig. Precies hetzelfde. En dan komen hier de hoogjes. Op te zien, ik heb de week gezien dat hier Bart het heeft vertand toen. Hier is het met dat tanden, die had je eruit gehad. Nee, Dirk allemaal gedaan. Nou, maar oh, had Dirk dat Dirk gedaan? Dirk senior heeft ze helemaal uitgetand. Ja, oh, ik dacht dat jij dat gedaan had. Ja, ik was ermee begonnen, maar ja. Dirk zegt, laat mij dan maar even doen. Dus hij voelt het niet goed nu, joh. Nee, wel. Maar het ziet er netjes uit, Bart, zo. Ja, het is... Zo was het. Ja, het is gek dat hij hier een beetje vroeg ophoudt. Maar dat doe ik ook omdat we dan hier eventueel dat boezemijzer kunnen aanhelen. Ja, dat moet aan elkaar gelast worden, dus dat kan niet zomaar... Ja, het is gesmeten ijzer, dus dat kan je wel lasten, toch?
Ja, dan slijpen we hem even goed gaan. Dus dat komt dan weer door te lopen zo? Ja. Dat moest je maar eisen. Ja, het is... Aan de andere kant zit het nog. Ja, en als het natuurlijk in tweeën, dan heb je een evenwicht. Ja. Een evenwicht. Maar dat kun je wel lassen, toch? Ja. Je maakt even een beeldmaatje aan. En dan zit je even goed. Dus ik... Vloerbalken. Maar daarachter ligt het wurmt. Daar ook. Nee, dat is ook wel oud. Die lag ook als vloerbalk. Oh, die lag al als vloerbalk. Ja. Die gaten daar ook. Ja, en toen is het toch mooi? Dat is ooit het wurmt geweest? Denk je? Een ander pomp of zo? Al van een ander pomp. Mooi hergebruikt. Maar in ieder geval hergebruikt. Kijk, wat heb je stelwerk gemaakt? Voor het gewelf. Nu wordt het echt druk gedaan. En dan komt dan de askolk hier te zitten. Hier staat het op de film. Hier staat het op de foto. Kun je het zien? Die askolk zat. Dat zit hier dan. Zo. Ik heb hier de vergoten, die erin komen ook zijn. Dat is weer voetbalken. Ja, hier komt, hoe zeg je dat? De stelwerk voor de tegenaan te liggen. Voor de speuger staat, is ook gedaan, hè? Ja, dat heeft Bart net nog gedaan. Gaan ze vandaag ook aan beginnen. Metselen? Ja. Okay. Ja, ze gaan hard. Schiet op. Ja. Kijk. Ja hoor. Dat ze goed blijft hangen. Een grote velling. Nee, gewoon een schuim. Kijk, hier zie je de teeltjes. Die hebben ze met plakband geborgd, zodat ze niet stuk kunnen vallen als ze eventueel naar beneden pletteren. Mooi, hè?